Ja. We gaan praten over de zaak Julio Potsch. Julio Potsch, de piloot, die werkte bij Transavia. Een collega van jullie was, gezagvoerder. Die eigenlijk op het moment van zijn afscheidsvlucht, het moment dat hij met pensioen zou gaan, is opgepakt in Madrid. En uiteindelijk in de... Is het niet Madrid? Valencia. Valencia. En uiteindelijk in de gevangenis in Argentinië terecht is gekomen op verdenking van betrokkenheid bij de doodsvluchten in het regime van Videla. Onder meer is die verdenking tot stand gekomen door getuigenissen die jullie beiden hebben gegeven. En okay. Die zijn, als ik het goed heb, ontstaan op een bepaald moment in een restaurant Gado Gado in Bali. Mm-hmm. Op, ja. Nou, ik geloof 2 december 2003, klopt dat? Klopt. Zullen we naar dat moment toe gaan? Ja. Zullen we praten over dat moment? Mag ik eerst heel even inhaken over wat meneer Witman net zei? Ja. Hij zei het van, goh, u heeft Julio aangeklaagd. Dat wou ik eventjes rechtzetten. Dat is niet gebeurd. We hebben niet aangeklaagd. U heeft een belastende verklaring afgelegd. We hebben ook niet beschuldigd. Maar we inderdaad... hebben hem ook niet van zijn vrijheid beroofd. En dat hebben we hem ook niet gedaan. Nee. Dus laten we dat wel even thuis. We hebben herhaald... U heeft volkomen gelijk. Ik zei Julio min of meer aangeklaagd. Ik bedoelde een belastende verklaring afgelegd. Ja. Die wel als gevolg heeft dat hij in hechtenis heeft gezeten in Argentinië. Zonder uw verklaring was dat niet gebeurd. Dat weten we niet. Hè? Zonder het nou juridisch te maken. Mm. Wij weten niet wat er in het dossier zit. Zij hebben op verzoek van de Argentijnse justitie hun verklaring afgelegd. En daarmee is eigenlijk voor hun het verhaal gesloten. We hebben geen idee wat er in het dossier zit. Goed. Ja? We komen misschien halverwege dit gesprek nog op juridische haken en ogen die u gaat toelichten. Maar laten we eerst voor het gemak en voor ons allemaal teruggaan naar dat moment. Dat moment aan die tafel in dat restaurant. We hebben daar een foto van. Zullen we daar even naar kijken? We hebben even kringetjes gezet om u beiden. Ja. En Julio Potsch is in dit geval, als wij het goed hebben, de fotograaf geweest van deze foto. Daarom zien we hem ook net niet op deze foto. Ja, hij zat daar naast zijn vrouw. Ja, dat is een andere foto. Ja, maar daar zie je hem dus nu niet, omdat hij nu vermoedelijk het fototoestel in zijn handen had. Ja. Wat gebeurde er op deze zo te zien vrolijke bijeenkomst? Ja, dat was het ook. Het was een diner georganiseerd door... de directeur van de maatschappij waarvoor wij vlogen daar. We waren dus gestationeerd daar. Het is dus niet zo dat we van Amsterdam naar Bali vlogen. We waren daar gewoon aan het werk. Ja. En dat diner werd daar georganiseerd. En we liepen naar 3 verschillende tafels toe. Ja, je loopt naar een tafel toe en je gaat zitten. En we zaten met z'n drieën. Mijn collega Tim Weert, ikzelf zie mij zitten en hiernaast van mij... Dus met z'n drieën op een rij zitten tegenover Grete en Julio. Ja, Grete, de vrouw van Julio. Grete is de vrouw van Julio. Hoe kwam het gesprek op Argentinië? Nou, eigenlijk was het een opmerking die ik maakte voor een beetje gekscherend. Van, goh, hoe komt het nou toch dat Argentinië zoveel lelijke kerels heeft, maar zoveel mooie vrouwen? Dat zei ik eigenlijk omdat het jaar daarvoor was Maxima getrouwd met Willem-Alexander. In februari 2002. En dus we kregen het over Maxima. Vind ik een leuke vrouw, zei ik nog. En, Je begreep Willem-Alexander wel. Ja, ik begreep Willem-Alexander wel. Alleen, toen kregen we het over papa. En ja, dat was... Sorgeta. Sorgeta. Ja. Zie. En het was gek om te zien, maar aan de overkant van de tafel... en daar bedoel ik dus Julio mee, verstrakte en... Ja, de sfeer veranderde. Hij keek anders. Zo ken ik hem niet. Ik maar wat Julio gebeurde, omdat u de naam zo bekend aan noemde? Daar ga ik verder. Julio is een bijzonder aardige, gerespecteerde collega. Ja, ik mag hem heel graag. Ik ken hem al 20 jaar. Dat maakt het ook allemaal zo moeilijk. Ja. Maar op dat moment veranderde hij gewoon. En hij begon strakker te kijken en hij zei... Sorry, Gieta. He knew nothing. He was from elke cultje. He knew nothing. Ik zeg, Julio, sorry hoor, maar er zijn daar in die tijd, 76, 83, zijn daar duizenden en duizenden mensen zijn verdwenen. En als jij baas bent van een land, sorry hoor, maar dat kan gewoon niet dat je dat niet weet. Ah, nou, he knew nothing. Come on. We threw them in the sea. Out of the blue. Ik zeg... Threw them in the sea? Ik zeg, maar hoe deed je dat dan?
keek me aan en deed strak met die hand zo, tjak. Mm-hmm. Ja, daar hoef je niet erg lang over na te denken om te begrijpen wat hij daarmee bedoelde. Nou, als piloot misschien niet, maar als burger wel. Dat nou betekent... goed, dit is een horizontaal vliegtuig, ja. En dit is een vliegtuig op zijn kant. Maar had u daarmee het idee... Kijk, wij hebben bijvoorbeeld ook van Spanje verloren in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Ja, dat weet ik goed. En wij zijn ook heel goed in vechtsporten, maar ik niet. Dus is het nu zo dat hij daarmee zegt dat hij dat deed... of dat hij bedoelde de Argentijnen of de Argentijnse piloten? Als je in een vliegtuig zit als crew, ja? dan heb je het over wij. Dan heb je het niet over ik. Als wij na de start een bocht draaien... dan zeg je niet ik draai een bocht naar links. Nee, dan zeg je we draaien een bocht naar links. Dat is normaal. Dat is crew. Dat is een uitleg. Een andere uitleg zou kunnen zijn wat Jeroen bedoelt. Namelijk dat hij gezegd heeft... Wij Argentijnen hebben op die manier afscheid genomen van de terroristen. Dat is ook een uitleg, ja. Correct. En wij is jij en ik, ja. Dat kan ook. Ja. Dat zou dus ook kunnen bedoeld worden. Dat was niet de context van het gesprek. Nou ja, we volgen nu de context zoals jouw collega me hier aan tafel vertelt. Ja, weet u, hoe moet ik dat zeggen? Die lichaamsverandering waar jij het over had, mm-hmm. Daar schrok ik van. Jij stelde dan ook nog een vraag. Wat ging er verder? Want ik kan me voorstellen dat je daarvan schrikt... en dat je bijvoorbeeld het opgehelderd wil hebben. Dat je denkt, bedoel je dat jij dat deed? Of, ik haakte daar ook op in. Ja. En ik heb toen tegen Julio gezegd... Wat verschrikkelijk dat jij dat hebt moeten doen. Want ik had, toen hij dat vertelde... en dat is jouw gevoel ook geweest... je krijgt door de context krijg je de overtuiging dat iemand authentiek is... Ik weet dat hij uit Argentinië, of ik wist dat hij Argentijns was. Ik wist ook dat hij daar in het leger had gevlogen. Ik wist niet in welke context of dat luchtmacht of marine was geweest. Laat staan wat voor vliegtuigtype, dat is daar ook helemaal niet ter sprake geweest. En ik had heel veel, ik had eigenlijk medelijden met hem. Ik had zoiets van, zoiets vertel je niet zomaar op die manier. En zeker niet een man die je graag mag. Ik bedoel, Julio was een zachtaardig figuur. En ik heb toen tegen hem gezegd, Julio, wat verschrikkelijk voor jou dat jij dat hebt moeten doen. En toen reageerde hij vanuit die lichaamstaal die hij ontwikkeld had, die kant van Julio kende ik niet, heel fanatiek. You should understand, there was a war going on. People died on both sides. Mm-hmm. En hij zei ook nog zoiets van, je was nog niet eens geboren. You were not even born yet. En nou, dat trof mij zo enorm. En daarna, want dat zei hij tegen mij, hè. Daarna richtte hij zich meer... Nou ja, u heeft net die foto gezien tot het gezelschap links van me. En toen begon hij samen met zijn vrouw namen te noemen. Hij sprak daar ook nog wat Argentijn-Spaans bij. Kreten, zij spreken samen altijd Spaans. Ja, wat voor namen te noemen? Ja, namen van mensen vrienden die dus omgekomen waren. Ja. Of mensen en dat die begreep aan zijn ik wel. Kant. En daar was hij ook wel geëmotioneerd door. En daarom zei hij ook van... They were left-wing terrorists. Dat waren voor hem allemaal left-wing terrorists. Werden jullie eigenlijk kwaad, of niet? Nou, we waren behoorlijk opgewonden. En om het verhaal verder te maken, hij zei dus op een gegeven moment... They didn't deserve better. We should have killed them all. Ja, dat was toen ik het over die dwaze moeders had. Exact. Omdat hij dus ook nog de dwaze moeders aanhaalde. Ja, daar ging nog wat aan vooraf, als ik mag inhaken. Natuurlijk. Ik heb mezelf even bij elkaar moeten pakken. Je moet je voorstellen dat iemand, een gerespecteerd collega, mm-hmm. uitstekende vlieger... iemand die je kent gewoon als een hele aardige vent. Ik bedoel, laten we dat helder houden. Als iemand zo'n verandering ondergaat en zo'n verhaal vertelt... en je daar voor jezelf een bepaalde conclusie aantrekt. Welke conclusie was dat? Ik trok de conclusie van jij moet hierbij betrokken zijn geweest. Dat was gewoon de manier waarop je het vertelde. Je moet je realiseren dat als je iets vertelt aan iemand... dan bestaat de communicatie uit twee componenten. De verbale, het wij, waar we net al een grap over gemaakt hebben. Maar het bestaat ook uit je lichaamstaal, je houding. Hoe kijk je iemand aan? Dat was voor mij zo authentiek. En ik schrok daarvan. Ik was daar bezorgd over. En toen ik die opmerking maakte... Joh, wat verschrikkelijk dat jij dat hebt moeten doen. Had hij ook kunnen zeggen van... ja, joh, dat was vreselijk. En dan hadden we zoiets gehad van... Julio, joh, stoppen. Ja. Dit. Maar dat zei hij niet. Nee, dat zei hij niet. Hij werd zelfs... kan ik zeggen dat hij...
enigszins boos op mij reageerde. Aansteek nog, hij was boos op je. Ja. Ja. En dat vond ik een hele, hele vreemde reactie. Ja. Wat ik heb bedoel, je toen ik vond het geen natuurlijke reactie. En ik had, want dat gesprek ging daardoor, ik heb even tijd nodig gehad om mezelf bij elkaar te pakken. En ik heb even zo naar mijn bord zitten kijken, dat weet ik nog. Dat is gewoon een soort foto die je onthoudt. Ja. En op een bepaald moment... Op dat jij het een inhumane over het inhumaan weer... Ja. Komen we weer even terug. Ja. Wat een inhumane manier is dat om mensen te executeren. Ja. Jullie zijn op een bepaald moment, mede denk ik dus door deze zinnen... ervan overtuigd geraakt dat dit verhaal van hem wel eens waar zou kunnen zijn... en dat hij daar misschien ook wel bij betrokken is... of misschien zelfs wel de piloot is geweest van één of meerdere van dat soort vluchten. Ja. Wat hebben jullie met die informatie gedaan? Nou, met die informatie ben ik een week nadat wij terugkwamen uit Bali... heb ik dat gemeld bij mijn hoofdvliegdienst. Van het bedrijf Transavia waar jullie met z'n allen werken? Correct. Ja. Want ik vind... Je moet het wel goed begrijpen, we hebben herhaald wat hij ons verteld heeft. Niets meer, niets minder. Maar wij vonden dit dermate verontrustend. Ook nog even, want ik wou net nog eventjes de vraag stellen. De vraag herhalen die hij stelde aan Julio, dat geeft aan... vind ik tenminste... dat hij daar toch wel nonchalant of laconiek in was. De vraag van, goh, maar wat een inhumane manier dan... om mensen te executeren, sowieso. En mensen executeren is niet zomaar goed. Ja. In dit geval is dit natuurlijk ook een hele aparte manier. Daar zei hij dus op, oh well, there were drugs, you know. Ja, ze waren gedrogeerd, ze waren platgespoten en daarna uit het vliegtuig gaan. Ik moet sprong maken in verband met de tijd, want we komen anders aan een belangrijk onderdeel van dit gesprek niet toe. Okay. En dat is wat het feit dat u heeft gedaan wat u heeft gedaan, namelijk de verklaring afgelegd, wat dat betekent voor uw positie tussen uw collega's van Transavia. Hoe hebben zij dat opgevat? Hoe heeft u verder kunnen werken? Weet u wat de toon gezet heeft? Dat is natuurlijk de manier waarop hij op 22 september 2009 is opgepakt. Weerzinwekkend. Ja. De laatste dag dat hij vloog en onder vals voorwendsel daar... Naartoe. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Nogmaals, in verband met de tijd wil ik u toch nog vragen... hoe u nu kunt functioneren bij dat bedrijf en hoe uw collega's tegen u aankijken. Of u er zelf last van heeft of dat u opgelucht bent. Hoe is dat? Nou... Nee, we hebben er veel last van. Ja. Wat voor last heeft u ervan? Nou, u moet zich realiseren. Ik denk dat je dan toch iets verder moet ingaan van wat is er gebeurd. Zoals Edwin al aangaf, hij heeft het gemeld aan een leidinggevende. Ik wist, en ook de derde getuige die naast Edwin zat... dat Edwin dit zou melden. En ik ben... Toen ik terugkwam vanuit Bali, heb ik eerst vakantie gehad. Ik ben denk ik een maand met kerst, oud en nieuw, weg geweest. In januari ben ik pas weer gaan vliegen. En ik heb hier echt slapeloze nachten van gehad. Want ik zat hier mee. Ik zat hier echt mee. Ik maakte me zorgen. En ik heb dit besproken met een vertrouwenspersoon in ons bedrijf. En dat heeft gewoon te maken... Soms moet je, en zeker als vlieger, je verhaal kwijt. Je moet kunnen functioneren. En daar hebben we gelukkig ook systemen voor... dat kan. En voor mij... Wat voor druk staat er op u? Wat is de druk die op u staat? Nou, wat de druk is, is dat je dan verwacht dat intern dat wat gaat gebeuren. Dat er een onderzoek... Dat gebeurde niet. Ja, daar kan ik helaas niks over zeggen. Want dat is bedrijfs... Dat is bedrijfsinformatie, daar kan ik niks over zeggen. Maar mag ik dan naar u gaan? Wat betekent voor u persoonlijk? Betekent op een gegeven moment een opluchting dat het toch zover is gekomen? Of juist niet? Nou, u moet zich voorstellen... Wij zijn in, 8 december 2008 zijn we gehoord. In Amstelveen. Door mensen van het team internationale misdaadbestrijding. Door die Torres die en meneer Torres was aanwezig. Onderzoeksrechter. Ja, die was een tolk bij. Afgelopen maandag en dinsdag dus niet bij was. Okay. Heel vreemd. En ik moet u zeggen, als je daarvoor wordt uitgenodigd... in iets wat zo heftig is als dit... Ja, dan maak je de afweging. Werk ik hier wel aan mee, werk ik hier niet aan mee? We praten hier niet over iemand die een broodje heeft gestolen... uit de trolley van de stewardess zonder te betalen. We praten hier over een grens die enorm is overschreden. Tenminste, in mijn beleving. Ja. En ik vond gewoon dat wij daarvoor
onszelf beschikbaar moesten stellen. Dus we hebben naar eer en geweten, tenminste ik voor mezelf heb het naar eer en... Het is een morele verplichting, maar tevens ook nog... Nou, het is een wettelijke verplichting. Wat gebeurt er dan? Zo, jullie werken bij Transavia. Jullie komen elke dag, of neem ik maar even aan, 5 van de 7 in ieder geval, op de zaak. Is er dan een ontspannen sfeer? Of zijn, zijn daar kampen van, dat zijn mensen die voor en tegen Porsche? Of hoe, wat is dat voor een sfeer? Nou, weet u, het beeld wat in uw uitzending geschetst is door 2 gepensioneerd collega's, dat Transavia verscheurd is, dat is absoluut niet waar. Het is alleen wel zo dat je wordt hier zo direct, indirect, word je hiermee geconfronteerd. En het beeld wat in de media is ontstaan de afgelopen 15 maanden, zeker over onze rol... Dus we zijn natuurlijk in een hoek gedreven waar we helemaal niet willen zijn en waar we ook niet helemaal niet behoren te zijn. Mevrouw Zegveld, kunt u zeggen, met de afstand dat u toch als advocaat, wat het probleem is? Ja, het probleem is dat de zaak in Argentinië speelt, en dat het maar ook een Nederlandse zaak is. En het enige zichtbare van deze zaak zijn deze mensen. En dan met aantijgingen dat er niks in het dossier zou zitten, is alle aandacht naar deze mensen. Hij zit dus vast door deze mensen. Hmm. Deze mensen hebben een plicht gedaan, de rest is aan justitie. Justitie heeft hem aangehouden naar Spanje, naar Argentinië. Het verloop van de zaak is in hun handen. En niet in hun handen. Nee. Hun rol eindigt. Maar er is niks om je in Nederland op te richten. Poch heeft de aandacht. Daar gaat de aandacht dus naartoe. Ja. Jullie hebben hem vastgezet. En daar, dat zou een keer moeten stoppen. Ja, en waarom zou dat moeten stoppen? Nou, want wat betekent dat? Nou, A, moet je in Nederland aangifte doen. B, heb je natuurlijk ook nog een moreel probleem. Je moet in Nederland vrij zijn als je kennis neemt van ernstige feiten, om daarvan te rapporteren en tegen justitie te zeggen, zoek het uit. Ik kan dat niet doen als burger. Mm-hmm. Dat is hun plicht. Dat hebben ze gedaan. Als je je daar niet vrij meer voor voelt, omdat je volgens je gezin kapot gaat, je werk kapot gaat en jezelf kapot gaat. Is dat dan zo? Vanaf een afstand vind ik... Ik vind het een prijs die niet betaald zou moeten worden. Je zou bijna tegen iemand zeggen, ik zou maar 2 keer nadenken voordat je aan die tafel gaat zitten dan. Heb je er spijt van in die zin? Nee. Tim? Nee. Nee, maar ik vind het wel spijtig dat het zo gelopen is. Ja. Dat is iets anders. Ja. Ja. Maar goed, ook omdat je de druk voelt die door Lisbeth wordt genoemd. Je zegt niet van, ik had gewoon mijn mond moeten houden. Nee, Jeroen. Nee. Weet je, als er op een gegeven moment een grens wordt overschreden, dan moet het worden uitgezocht. Ja. Alleen het hele proces, zoals het gelopen is, is gewoon heel spijtig. En jullie denken nog steeds, zijn ervan overtuigd dat hij persoonlijk verantwoordelijk is geweest voor het in de zee laten donderen van die zogenaamde terroristen? Nou, laat ik dit zeggen. Wij hebben gedaan wat we hebben gedaan. Ik denk dat dat een antwoord is op die vraag. Insteek is dat natuurlijk wel geweest. Het is een rechter die dat moet bepalen. Nee, natuurlijk. Uitgezocht. Maar als jullie niet die overtuiging hadden, hadden jullie dan dit niet gemeld. Nooit gedaan. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar, je hoort het en je denkt van, daar moet naar gekeken worden. Ja. Ik weet het niet. Maar zo, dat is jullie taak. Justitie, daar hebben we justitie voor. Ja, maar goed, als je een collega is die al 20 jaar kent en je twijfelt, dan zeg je, hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, weet u wat zo jammer is? Dat wil ik ook stellen. Wij hebben Julio niet aangegeven. Nee, dat is duidelijk. En hoe dat gegaan is, daar wil ik niks over zeggen. Verklaring afgegeven. Wij, dat is gewoon je morele plicht. We moeten eruit, helaas. Ja, dat gejengel is namelijk de eindtune van ons programma. Wij danken Geert Leers dat hij hier naartoe is gekomen om daarover te praten. We danken jullie. En we hebben al